Marco, ik heb je nodig om het tweede waterkanon van Titaan te bedienen. Ik ben niet getraind als brandweerman, Sam. Weet ik, maar we moeten snel zijn. De veiligheid van Piekepolder is in het geding. Kom maar op dan. Ben, breng ons op een veilige afstand. Oké, Marco. Hou hem rustig, richten en blussen. Oh, oh. Hebben. Jenny, wij kunnen niet bij het vuur aan de andere kant van de tankwagen. Dus wij proberen de wagen te koelen totdat jullie er zijn. We zijn er bijna, Sam. Dit vuur moeten we bestrijden met schuim, Elvis. Begrepen, Jenny. En nu blussen we die kleinere brandjes ook. Alle branden zijn geblust, Sam. En de tankwagen is afgekoeld. De kans dat hij nu nog zal ontploffen is klein. Bedankt, Marco. Als je ooit wil stoppen als politieagent, dan willen wij je wel hebben als brandweerman. Bedankt, Sam. Maar het blussen van branden laat ik liever aan jullie over. Hebben jullie toevallig iets met dat op hol geslagen billboard te maken gehad? Ja, maar niet met dat op hol slaan. Oh, het spijt me. Ik was jaloers en bang dat Mark met zijn geweldige billboard meer publiek bij zijn show zou krijgen dan ik. Ik denk dat jullie een veiliger manier moeten vinden om mensen te vertellen over jullie shows. Misschien kunnen jullie zelf samenwerken aan een hele speciale show. Oh, daar had ik nooit aan gedacht. Magie en trommels. Maar beter is toch trommels en magie. Ik zie dat je ze al die posters hebt laten weghalen, Marco. Ja, ik hou Piekepolder graag een beetje netjes. Tada! Zal ik het stoffer en blik pakken? Wow! Misschien even wachten tot de show voorbij is, Sam. Hier komen we op de trommel! De pioniers zijn bij de rivier. Wij moeten snel zijn. We kunnen beter via het bospad. We geven ze aan. Blijf daar en afstand houden. Het vuur verspreidt zich in beide richtingen. Arnoud, Ellen, jullie blussen het gras. Dan blussen Elvis, Jenny en ik de bomen. Kom op! Klaar voor? Jazeker! Het wil mij niet uit, Sam! Oh, de vlammen zijn bijna bij ons vlot! Jenny, ga met Venus naar de andere kant om te blussen. Begrepen, Sam. De brand in de boom is geblust. En de vlammen in het gras zijn gedoofd. Hoera! Misschien kunnen we nu eindelijk over die rivier gaan varen. Volgens mij is dit de oorzaak van de brand. Dan was het mijn schuld, oom Sam. Ik heb papa's kapotte oplader gebruikt voor mijn tablet. Ja. De draden van deze oplader zijn beschadigd en die hebben de brand veroorzaakt. Controleer altijd of elektrische apparaten nog heel zijn voor je ze gebruikt. Het spijt me echt heel erg, oom Sam.
Jaap, je moet nog wel door voor het insigne. Het vlot moet het helemaal redden tot aan de brug. Yes! Daar gaan we dan. Jee, we varen. Eindelijk. Gefeliciteerd. Iedereen heeft vandaag het vlotbouwinsigne verdiend. Hoera! Goed allemaal, we gaan weer terug. Ik zou commandant Staal laten weten dat Jupiter helemaal in orde is. Hij zal wel bezorgd zijn. Nou, dit is mijn laatste schone shirt. Moet ik wel uit de buurt blijven van Crispijn. Hallo, commandant Staal! Crispijn! Ik leg hem hier stil. Elvis, haal jij Klaas aan boord. Begrepen, Sam. Je zal toch moeten springen, Max. Oké dan. Max! Max, pak deze. Hebbes! Oké, Max, je bent veilig. Maar goed dat je een reddingsvest aan hebt. Het spijt me, oom Sam. Ik was denk ik een beetje te enthousiast met het maken van de video. Als jullie in de buurt zijn van water, moeten jullie veel voorzichtiger zijn. De stroming is af en toe zo sterk. En blijkbaar zijn ventilatoren dat ook. Sorry brandweerman Sam. Sorry. Nou, gelukkig zijn jullie veilig. En we hebben een gave videoclip. Hoi allemaal en welkom bij de vertoning van de allereerste rockvideoclip van Klaas, de Joekemeester Kozijn. Oeh, dit klinkt allemaal al heel erg goed. Dit wordt echt geweldig. Oh, het is vast prutswerk. Ik kwam door Vegas, het feestgedruis. Ik was juist in Pruisen, maar het is nergens zoals thuis. Ik was in New York en in Seoul. Toch is er maar één plek waar ik me helemaal thuis voel. Dat is Piekepolder, daar hou ik van. Oh yeah! Piekepolder, oh, met onze brandweerman Sam. Oh, dat was fantastisch, toch? Klaas heeft echt een geweldige stem. Sarah, dat was eigenlijk een hele goede videoclip. Mag ik misschien toch nog meedoen met de band? Natuurlijk, Norbert. De ukulele is voor iedereen. Maar die vreselijke pruik zet ik niet nog eens een keer op. Daar kreeg ik jeuk van op mijn hoofd. Oh, wat jammer, Klaas. Je zag eruit als een echte rockster in die videoclip. Brenda, zou jij nog eens langs willen komen? Dan beginnen wij aan een nieuw geschilderd portret. Sorry, commandant Staal, maar dat zal moeten wachten. Sarah heeft me al opdracht gegeven om de albumhoes van Klaas te schilderen. Het volgende nummer is voor jou, diewetje. Kom op! Hoera! Oh, Klaas toch? Er is brand op Piekepolder Eiland. Er is brand op Piekepolder Eiland. Tom, we hebben Ballamy 2 nodig. Sam, we zijn omringd door vlammen. Had ik nu mijn brandweeruitrusting maar bij me. Hulp nodig, Sam. Dankjewel, Jenny. Goed, we gaan aan de slag. Zo te zien is de brand ontstaan vlak bij de kampvuurplaats. Oh.
Misschien de vuurstenen maakten misschien toch een vonk? Je moet altijd voorzichtig zijn als je een kampvuur maakt, jongens. Zelfs het kleinste vonkje kan erg gevaarlijk zijn, vooral in de buurt van droge struiken. Ik ben mogelijk verantwoordelijk voor het onbewaakt achterlaten van de vuurstenen. Het spijt me ontzettend. Branden blussen is makkelijker dan passen op deze kinderen, Sam. Oh, u heeft gelijk. En zeker als Jaap en Sarah aan het ruzien zijn. Oh, ik maak geen ruzie. Wel eens? Doe ik nooit. Jaap, jij maakt altijd overal ruzie over. Nou, jij bent nog erger dan ik. De allerergste ooit. We houden van. Doei, pap. Doei. Ahoy, hè. Wel, tot zover ons rustige weekend als broertjes samen, hè, Sam. Sam? Zet nu koers naar de kust van ons piekepolder. Oh. De vuurtoren lonkt en geleidt me naar huis. Ha, ha. Hallo. Oh, dus ons broertjesweekend is nog niet voorbij. Ah, ha, ha. Nou, dankzij Jenny is ons weekend pas begonnen. Oh. Geef maar hier. Je was altijd al beter in fikkie stoken dan ik. Ik zeil met de wind mee naar zonnige oorden, maar kom altijd terug als het tij is gekeerd. Oh, konden we brandweerman Sam maar laten weten waar we zijn? Wacht eens, als deze bomengroep hier is en dat daar is het pad, dan zijn deze rotsen nog maar een klein stukje verder. Misschien heb je daar wel genoeg bereik. Oké, jullie blijven hier. Ik ben zo terug. Marco, zijn jullie allemaal veilig? We zitten vast op een open plek en Mark is gewond. Ik stuur je onze precieze locatie. Die plek ken ik, maar het duurt wel even om er te komen. Net op tijd, Tom. Ik stuur de locatie van de gestrande wandelaars. Hou het vuur bij ze vandaan. Hebben, Sam. Ik ben onderweg. Danny, we gaan het zo doen. Ik heb Venus nodig bij de picknickplek. Zo snel mogelijk. Begrepen, Sam. We zijn onderweg. Hallo daar beneden. Geen zorgen, Sam is onderweg. Alles komt helemaal goed, jongens. Arnoud, ik wil dat je Elvis en Ellen helpt en vanaf deze plek gaat blussen. Jenny, wij gaan zorgen dat er een natte doorgang door het bos is om iedereen in veiligheid te brengen. Begrepen, Sam. Het wordt steeds dikker. Ja! Dat bedoelde ik dus. Mark rijdt mee in Venus en wij volgen te voet, maar laag blijven. Sorry dat ik grapjes maakte over je kaart, pap. Jij hebt ons uiteindelijk gered. Dank je, lieverd. Maar we hebben het allemaal gedaan, met elkaar. Oh, en de dieren zijn gelukkig ook veilig. Oh, ik denk dat de bosbrand door dit vergrootglas komt, Sam. Oh, oepsie. Die is denk ik van mij. Norbert, als het zo warm en droog is, moet je niet alleen voorzichtig zijn met kampvuren en barbecues. Een vergrootglas kan dan ook gevaarlijk zijn. Oh, het spijt me, maar er kwam een gigagroot rood fladderding op me afgevlogen. Bedoel je een lieve heersbeestje, Norbert? Maar... hij zit op mijn neus! Geen paniek, Norbert. Je weet wat er dan kan gebeuren. Oké, geen paniek, geen paniek. Haal hem eraf! Wat gillend gek van jullie. Hey! Wat is er aan de hand? Zo horen jullie nog in Nieuwstad. Het was mijn idee, een boterham in de ruimte. Maar ik heb die boterham gesmeerd. Maar je deed ook augurk op. Oké. Wat hoor ik allemaal over een boterham in de ruimte? Dat wil ik wel eens zien.
Misschien kunnen we de laptop samen delen. Goed idee, politieagent Marco. Sorry, maatje. De bedrading is gefrituurd. Dan maar een vuurpijl als signaal. Geen zorgen, maat. Iemand zal hem wel zien. Hoop ik. Hij komt de dampkring weer binnen. Kom op, ruimteboterham. Yay, daar is hij. Het is gelukt. High five. Wacht eens even, wat was dat? Kun je één foto teruggaan? Jazeker, meneer. Wat is dat? Een komeet? Nee, Sarah, een vuurpijl. Maar dat is op Piekepolderberg. Er zit iemand in de problemen. Ik denk het ook. Dit vraagt om een zoek- en reddingsoperatie, maar dat kan ik niet alleen. Wacht, ik bel brandweerman Sam. Er is een noodsignaal opgevangen door een vliegende ruimteboterham. Er wordt dringend verzocht om een zoek- en reddingsoperatie. Er is een noodsignaal opgevangen door een vliegende ruimte... boterham. Er wordt dringend verzocht om een zoek- en reddingsoperatie. Ik dacht dat ik alles wel had gehoord. Dat moet Tom zijn. En de gewonde vos. Oké, Marco, wat is er gebeurd? Nou, met dank aan de foto's van de kinderen weten we dat we ten oosten van de Piekepolderberg moeten zoeken. En we moeten opschieten. Het wordt al bijna donker. Begrepen. Arnoud, jij neemt Saturnus en kijkt mee vanuit de lucht. De rest verspreidt zich en doorzoekt de omgeving. Begrepen, Sam. Leni, jij gaat met mij mee. Oké, Leni. Oké, Marco, aan de slag. Breng me zo dichtbij als je kunt. We geven, Sam. Dit is dichtbij genoeg, Tom. Ik ga erin. Sam! Jenny, Sam en Norbert liggen in het water. We geven, Tom. Ik probeer ze stroomafwaarts te onderscheppen. Rustig blijven, Norbert. Het komt allemaal goed. Zijn ze nog niet in zicht, Jenny? Nee. Waar blijven ze? Oh, we zijn verloren. Daar zijn ze. Sam, vangen! Hebbes! Ik heb hem, Jenny. Haal ons maar binnen. In orde, Sam. Er is niets wat een warm drankje en een dutje niet kan verhelpen. Dank je, Nelly. Goed. En nu jullie. Dat was ontzettend dom om te doen. Alleen erop uitgaan en ook nog de veiligheidsregels negeren. Sorry, brandweerman Sam. En het spijt mij ook. Ik wilde alleen zo graag een klimheld worden. Voor een echte held is veiligheid het allerbelangrijkste, Norbert. Kom mee, dan breng ik jullie naar huis.
Ik vraag me af of commandant Staal zijn kop thee nog heeft gekregen. Zijn niet te stoppen, commandant! Kom in die zakje af, blatende bandiet! Attentie, brandweermensen! Waar blijft die één? Dirk Puk is bang gemaakt door dinosauriërs, meegevlogen met een pterodactylus en zit nu vast op een klif van Dinosaurus Eiland. Ik bedoel Piekepolder Eiland. Kom op, jongens, naar Piekepolder Eiland. Ga jij naar de voet van de klif, Ben? Dan gaan wij naar de top. Begrepen, Sam. Sam is onderweg! Het touw is gezekerd, Sam. Niet bewegen, Dirk. We komen nu naar beneden. Ja. Rustig maar, straks ben je weer veilig. Klaar voor Dirk? Volgende halte, Titaan. Oh, nog een klein stukje, Dirk. Voorzichtig. Ah, zo, je bent veilig. Goed gedaan, team. Ik zie jullie weer op het strand. Bereken, Sam. En ik had zo graag met het waterkanon op die doelen willen schieten. Zeg, ik snap dat jullie me niet geloven, maar ik werd achtervolgd door een dinosaurus. Dat is onzin, Dirk, en dat weet je. Nou, vraag het dan aan Norbert. Maar volgens mij heeft de dino hem echt opgegeten. Misschien was het toch geen echte dinosaurus. Wat? Oh, jij kleine... Zie je nou, Norbert? Er kan van alles gebeuren als je iemand aan het schrikken maakt. En af en toe is dat heel gevaarlijk. Het spijt me, brandweerman Sam. En sorry dat ik jullie liet schrikken, Dirk. Nou, vandaag weer genoeg dinosaurussen gezien. Een pterodactylus! Ah! Oh, ik pak hem! Oeps, sorry, Norbert. Kom maar, Norbert. Deze ziet er ook wel leuk uit voor een paar schietoefeningen. Goed idee, Jenny. Mag ik dat eerst, Sam? Mag dat? Mag dat? Ik ben nog niet geweest. Natuurlijk mag dat, Elvis. Goed, wie mag er als tweede dan? Schaar, papier, steen, Jenny. Steen, papier, schaar, Sam. Begrepen. Oh nee. Snel wel, brandweerman Sam. Met raketmotor heeft de Puk en Co. supermarkt in brand gezet. En Wiebeltje Puk zit binnen vast. Een springstok met raketmotor heeft de Puk en Co. supermarkt in brand gezet. En Wiebeltje Puk zit binnen vast. Jenny, Ellen, kom mee. We gaan met Jupiter. We gaan samen. Toe, schiet op! Rustig maar, Norbert. Wij halen haar eruit. Kom op, daar gaan we. Oh, ik hoop dat mama in orde is. Wiebeltje, kun je me horen? Ja! Ik stop die springstok. Zorg jij voor Wiebeltje. Begrepen, Sam. Pas op voor de raketvlammen. Kom op, Wiebeltje. Blijf rustig en kom met me mee. Mama! Oh, dit is echt geweldig! Oh,
Wat fijn dat je zo blij bent dat ik weer veilig ben, mijn lieverd. Ja, ja, je bent veilig. Top. Maar kijk, brandweerman Sam, ik heb eindelijk een primeur. Oh, kom op. Dat was geweldig. Hoera. Zegt Norbert, je weet dat je niet mag knoeien met gevaarlijke dingen. En zeker niet met dingen die werken op raketbrandstof. Het spijt me, brandweerman Sam. En jij, Jan, jij moet voortaan beter letten op je uitvindingen. Weet ik, brandweerman Sam, het spijt me. Nou, ik zeg het niet graag, Sarah en Mandy. Maar jullie hebben wel de beste primeur van vandaag. Nee, Norbert, kennelijk had Hanno de beste primeur van vandaag. Dit ding is op hol geslagen. Dus ze noemen jou de schreeuwende springstokstuiterbal? Het is het meest bekeken filmpje aller tijden. Je bent beroemd, Norbert. Doeltrefsysteem geactiveerd. Ziezo, Hanna. Zullen we bovenop gaan wachten? Wacht even. Kijk, de schildpad. En er zit een stuk plastic om zijn vin. Pap, we moeten hem helpen. Ben, wat zijn je coördinaten? Ik ben iets ten oosten van Piekenpolder Eiland. Maar ik zie ze hier niet, Sam. Jenny, zie jij iets in het noorden? Helaas niet, Sam. Tot nu toe nog niets. Weet je zeker dat ik het niet beter kan doen, Hanna? Nee, pap. Je weet dat ik veel beter kan zwemmen dan jij. En een ontmoeting met deze schildpad wil ik niet missen. Hé daar, maatje. Kom hier. Oh, wat ben je mooi, jongen. Kom, dan haal ik dit van je af. Zo. Geen dank hoor, maatje. Die schildpad is gered, pap. Nu moeten we alleen onszelf nog redden. Misschien helpt dit. Ik zie een vuurpijl iets ten oosten van Piekenpolder Eiland. We komen eraan, Tom. We zijn hier! Ik heb ze gevonden, Sam. Kom naar mijn positie. Alles goed met jullie? Geweldig! Bedankt, brandweerman Sam. Ik heb net de schildpad ontmoet. En ze heeft een stuk plastic van hem afgehaald. Goed gedaan, Hanna. Dat is precies waar Team Oceaan schoon voor is. We halen jullie aan boord van Neptunus. Dan sleept Titaan de Submaster terug naar Piekenpolder. Nou, dan ga ik even uitrusten in de vers gevangen grote witte plastic tuinstoel. Oeh. Wow. Ah. Hij is weer ontsnapt, Sam.